In alles wat wij doen zit een nieuw onderzoek. En daarin onderzoeken we voornamelijk de raakvlakken tussen de digitale realiteit en de fysieke realiteit. En wat vertelt ons dat? En hoe krijgen we daar grip op dat hele digitale? Als je in algoritmes denkt, hoef je je keuzes nog niet vast te leggen. Dus iets kan blauw worden en iets kan groen worden en alles wat ertussenin zit. Wat je ontwerpt is de regel die erachter zit, die besluit waarom iets blauw of iets groen wordt. En daar komen een soort van hele natuurlijke processen uit voort. En wat het mooie was, is dat Guy ons een beetje carte blanche gaf. Maak een licht werk, een licht kunstwerk. En dan niet ga hele mooie robotdingen maken, maar ga wel op dezelfde manier ontwerpen waarin je de grip kan loslaten. Iedereen zit tegenwoordig met zijn telefoon voor zijn gezicht, right? Vanuit daar zijn we gaan denken van oké, hoe ziet het er in de toekomst uit? Dus wij hebben gekozen om met de iPhone schermen te werken, want de esthetiek van zo'n scherm is heel interessant. We beginnen met eerste elektronica. Dus we bestellen een iPhone scherm en we kijken hoe we dat ding aankrijgen. Aan de hand daarvan hebben we dan een hardwareontwerp gemaakt. Dus dit zijn alle componentjes die wij denken nodig te hebben om en draadloos te kunnen praten. En nog een aantal sensoren erop te zetten, want ze reageren bijvoorbeeld ook op beweging. En het moeten wearables worden. Omdat het dus draadloos is, horen ze elkaar en weten ze wat de een aan het doen is en wat de ander aan het doen is. Verder hebben de wearables accelerometers. Daarmee kunnen we beweging meten. En doordat we die beweging meten, weten schermen dus ook van elkaar dat er door de ene danser bewogen wordt en door de andere niet. En dat verwerken we allemaal in het algoritme wat vervolgens dan die dingen aanstuurt. Nou, dan hebben we dus de printplaat en dan hebben we dus hier een soort van de wearable. En op dit moment luistert hij naar een kastje wat hier op mijn computer ligt, waarin ik hem draadloos dit knippenpatroon opstuur. Daarnaast hebben we nog de computer ontworpen. 6 panelen met zo'n 150 schermen die er dus op toneel steeds connecties met elkaar aangaan. Net zoals een danser elke show net wat anders is, reageert het scherm ook net wat anders op die danser.